We hebben in 2012 een solide resultaat kunnen boeken, 199 miljoen euro. Dat hebben we ook nodig om te kunnen blijven investeren in de Mainpoort. Een deel van daarvan gaat weg naar onze aandeelhouders, maar de helft wordt weer hergeïnvesteerd in de onderneming. Daarnaast ben ik bijzonder trots op onze operationele performance. 2012 is een echt operationeel topjaar geweest. Natuurlijk doen we dat met z'n allen, hè? Onze eigen medewerkers, maar zeker ook de luchtvaartmaatschappijen en alle afhandelaren die erbij betrokken zijn. Weinig verstoringen gehad, een bagagesysteem wat nu opgeleverd is en de verwachtingen nakomt. En we staan nu aan de vooravond van daadwerkelijk ten uitvoering brengen van Centrale Security in Schengen, waar we al een paar jaar mee bezig zijn geweest met de voorbereiding. De aanbesteding is gestart, offertes zijn binnen en de schop gaat binnenkort in de grond. Dus die uitdaging voor 2013 zal heel veel van ons vergen. We zullen daar ons stinkende best voor moeten doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat tot een goed einde gaan brengen.